Aad van der Laan, voorzitter van de Sportclub Feyenoord. Nog voorzitter moet ik zeggen, want u heeft gisteren aangekondigd te zullen stoppen tijdens een bijeenkomst. Dat klopt. We hebben een prima bijeenkomst gehad, onder andere over het nieuwe stadion in Varkenoord. En daar heb ik aan het eind van de vergadering meegedeeld dat ik per 26 november, dan is onze eerste algemene ledenvergadering, zal meedelen dat ik stop als voorzitter van de amateurclub. Ik blijf nog wel een jaar aan als commissaris met algemene zaken. Ja, dat heb ik gedaan. Ja. Waarom stopt u als voorzitter eigenlijk? Nou, ik vind het een mooie tijd geworden. Ik heb een eerste periode gehad van 10 jaar als voorzitter. De tweede periode is nu 7 jaar in plaats van 6. Ik dacht 6, maar het is inmiddels 7. De tijd gaat snel. En ik vind dat er verjonging moet komen. Zeker gezien de projecten die op stapel staan. De bouw van het stadion. Zeggen, daar heb je niks mee te maken. Jawel, ook met de velden en de verplaatsing van alles. Dus dat wordt een hele grote klus. En ik vind dat jonge mensen sowieso in de club moeten gaan werken. En ik ben 76 jaar en ik vind, ik doe nog veel. Ik ben voorzitter van het museum en nog veel meer dingetjes. Maar dit vond ik een hele correcte stap. Ik heb het overigens al in februari van dit jaar meegedeeld aan mijn collega's. Zeggen, jongens, we moeten naar een opvolging toe. En dat gaat dus gebeuren. Ja, jonge mensen, zegt u, moeten het over gaan nemen. Staan die ook te trappelen eigenlijk? Of ze staan te trappelen, weet ik niet. Ik weet wel dat de nieuwe, door ons in elk geval voorgestelde voorzitter, lid van het huidige bestuur, Wim Voots, die staat niet te trappelen, maar die vindt het wel een uitdaging om het te gaan doen. 7 jaar voorzitter, daarvoor ook al 10 jaar. Ik kan me voorstellen, u neemt niet zomaar van de een op de andere dag dat besluit van ik stop ermee. Daar heeft u lang over na moeten denken, denk ik. Ja, lang over na moeten denken. Ook lang thuis over moeten praten. Wat ga je dan doen? Nou, in die tussentijd kwam de boodschap, joh, wil je niet voorzitter van ons museum worden? Stichting Feyenoord Museum. Nou, dat is fantastisch om al die oude dingen die we overigens hier op Varkenoord al sinds 20 jaar opslaan. En daar is onze vriend Henk van der Stoep ooit mee begonnen, 20 jaar geleden. Een schat aan dingen uit het verleden. Fantastisch. En dat doe ik graag. Ja. Ja, want wat komt u dan zo wel tegen eigenlijk? Ik kom de meest gekke dingen tegen. Ik kom tegen een mailtje van de week dat iemand een oude Biels heeft liggen, ergens. Die is van de bouw van het stadion, dus in de jaren 36, 37. En die heeft die man een Biels. Waar praat je over? Ja, een Biels is normaal gesproken, als je een jonge vent bent, dan denk je, ja, geschiedenis zal een worst wezen. Maar ik vind het nu interessant gaan worden, omdat ik ermee geconfronteerd ben geweest. En dus niet dagelijks, maar ik heb de sleutel van het museum in mijn zak, dus ik kan er naartoe. En het is prachtig als je dat ziet natuurlijk. Allemaal oude dingen uit het verleden, onder andere niet alleen voetbal. Maar ook Pep van Klaver die in een stadion bokste tegen Luc van Dam. Wetende dat ik zelf 2 jaar lang met Van Klaveren heb getraind en demonstratiepartijen heb gegeven in het land. Ja, dat is geweldig. Ja. U bent nu deze termijn al 7 jaar, hiervoor zei u ook al 10 jaar. Waar bent u vooral trots op wat er in de afgelopen 7 jaar wat u bereikt heeft met deze club? Ja, trots op datgene wat hier staat. Ik bedoel, we zijn ooit begonnen met een houten staantribune en als je ziet wat er aan gebouwen nu staan. Wat er bereikt is in al die jaren, dat we van de vierde klas naar de hoofdklasse zijn gegaan. We zijn weer gedegradeerd, we zijn weer teruggekomen naar de hoofdklasse. Nou, dat is op zich allemaal prima, voetballend. We hebben een geweldige, gezonde vereniging. We hebben natuurlijk velden in moeten leveren, omdat de BVO en de opleiding meer velden nodig had. Dat hebben we graag gedaan. Dat is ook beloond geworden door de 3 jaar achter elkaar de beste academy te worden. Dus ja, ik ben daar trots op. Ik ben heel erg trots op het feit dat we erin geslaagd zijn om de eenwording tot stand te brengen. Dat is een hele moeilijke klus geweest, want waar 3 partijen zijn, nou dat weet je wel. Dan iedereen wil op de eerste plaats zitten, wij ook. Nou, dat hebben we keurig netjes gerealiseerd. Ik vind het 100-jarig bestaan van de club was een fenomenaal feest hier op Varkenoord. 75 jaar stadion was geweldig. Daar heb ik ook een prachtige, zeggen ze, toespraak mogen houden. En daar ben ik trots op, ja. En hoe ziet u de toekomst eigenlijk? Ja, de toekomst zie ik heel positief in. Die zie ik voor heel Feyenoord heel positief in. Net wat ik zeg, de eenwording is een feit geworden. We zitten keurig netjes bij elkaar. We praten de dingen door. We hebben goed contact met de supportersverenigingen. En niet alleen de FSV, maar ook met de Feyenoorden. En dat werkt alleen maar in het voordeel van Feyenoord, van het begrip Feyenoord. Want Feyenoord is een fenomeen. Dat is marketing gezien, is dat wereldwijd, is het merk. En dat wil ik graag uitdragen, ja. Is de eenwording het grootste succes, kunnen we dat zeggen? Vind ik wel. Eigenlijk in 78 zijn we uit elkaar gegaan. Nou, ieder ging zijn eigen kant op. De club die zat toen al met een schuld. Hè. Betaalde voetbal kreeg gelijk al een schuld aan de amateurclub van 1,5 miljoen.
Nou, daar hebben we dus regelingen voor getroffen dat daar op terugbetaald werd. En sinds die tijd zijn we natuurlijk behoorlijk uit elkaar gegaan. Dat is weer teruggekomen in de jaren dat Jorien voorzitter is geworden. Men zegt wel eens wat over Jorien, maar het was een prima vent. En daar is die, zeg maar, die toenadering is weer positief geweest. En sinds die tijd proberen we in elk geval om die eenheid uit te stralen naar buiten. Die dan nu gesanctioneerd is doordat we dat na 4 jaar overigens hebben getekend met elkaar. Zeggen, jongens, we moeten er echt wat van maken. Het is niet ons belang, niet in mijn belang. Het is geen privébelang, het is in belang van de club dat we dat met elkaar gaan doen. De schuldenpositie is gelukkig beter geworden. En ik heb er alle vertrouwen in, zeker nu met de mensen die er nu weer zijn. Nieuwe frisse mensen, nieuwe frisse ideeën. Ik vind het geweldig wat er gebeurt en ik heb er alle vertrouwen in, ja. Dat zou ook misschien een reden zijn om juist door te gaan, omdat de toekomst er zo rooskleurig uitziet. Ja, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik zit als volgt in elkaar. Ik weet dat ik 76 ben. Ik weet vanzelfsprekend dat er een keer een tijd komt, als je dat niet zelf doet, dat anderen gaan zeggen, joh, zou je niet eens opstappen? Of sterker nog, dat ze het niet zeggen, maar dat ze bijvoorbeeld achter je rug even een paar steken geven. Dat wil ik allemaal voor zijn. Ik heb kwaliteiten zat, dat weet ik ook wel. Ik kan aardig met mijn praatje uit de voeten. Dus wat dat betreft, de mensen zijn van harte welkom. Ze kunnen me altijd inhuren. Maar ik stop ermee. Maar ik blijf wel commissaris van de club. Nog een jaar. En dan zie ik wel hoe het verder gaat. Hoe werd er gisteren eigenlijk gereageerd op de bijeenkomst toen u dat bekend maakt? Ja, heel normaal. Niet, goh, wat jammer. En god, nee, natuurlijk niet. Kijk, we zitten hier natuurlijk met een afspiegeling van de club. En die club die is bestuurlijk gezien is die vrij oud. He, dus of je nou in de juniorcommissie gaat kijken of in de seniorcommissie. Het is oud. Dat willen we veranderen. We willen groot worden. We hebben jaren geleden besloten om de club kleiner te maken. Dat hebben we echt zelf gedaan. Ten behoeve van de BVO. Dat hebben we nu omgedraaid. We gaan de club groot maken. We gaan meisjesvoetbal gaan we introduceren. CQ damesvoetbal. We gaan heel sterk overwegen om een zaterdagcompetitie in te gaan. Daar zijn velden voor nodig, dat weten we ook allemaal. Maar het is voor de toekomst van Feyenoord nogmaals beter dat wij op zaterdag gaan spelen, competitie gaan spelen. Dat zullen we geleidelijk aan gaan doen. Het mooiste is natuurlijk zondag en zaterdag. Of dat haalbaar is qua velden, dat is weer wat anders. Maar dat zijn allemaal doelen die gesteld zijn. En ja, daar moet keihard aan gewerkt worden. Nou, ik heb liever dat een ander dan zeg maar, het voortouw gaat nemen. En daar heb ik alle vertrouwen in. Wim is 58 jaar, die is zo sterk als een beer. Dus die kan makkelijk de leiding nemen en ook uitvoeren. U zegt, we willen van zondag naar zaterdag. Is dat ook omdat de beleving op zaterdag toch iets beter is, iets groter is, zeg maar? De beleving op zaterdag is laat ik het, ik kan het niet vermenigvuldigen, maar als jij ziet, en laten we heel eerlijk zijn, wat er op zondag hier aan mensen naar Feyenoord komen kijken die dan toch in de hoofdklasse speelt, dan is dat niks. En dat is logisch, omdat de mensen, die hebben een hele nauwe connectie met de betaalde voetbal. Dat is helemaal vanzelfsprekend. Daar kijken ze ook helemaal niet op aan. Maar het zaterdagvoetbal, als je in een omtrek van 30 kilometer ga kijken wat hier aan topklasse, hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse, zaterdagclubs, bekende clubs allemaal speelt, die ook supporters hebben, die gek zijn met Feyenoord, en dus vanzelfsprekend denk ik ook naar die partijen komen kijken als we op zaterdag gaan voetballen. Ben ik ervan overtuigd dat we dezelfde rit kunnen maken die we destijds gemaakt hebben met de amateurs in 1990. In 5-6 jaar in de hoofdklasse. Daar ben ik absoluut van overtuigd en ik denk dat dat ook moet gaan gebeuren. U heeft de sleutel van het museum, zei u net. Ja. Daar gaat u zeker wel vaak naartoe dan om even te kijken hoe het er al uitziet. Nee, dat doe ik niet. Ik ga naar de wedstrijden kijken thuis, dat is logisch. Maar ik heb hem eigenlijk in mijn zak om te zorgen dat als ik mensen kan interesseren om een bijdrage te leveren, en ik hoop dat dat mag van Rijnmond, dat ik dat mag zeggen, een bijdrage te leveren aan het museum, aan de ontwikkeling van het museum. Het is echt professioneel. We hopen dus in januari de museumstatus te krijgen, de officiële museumstatus. Dan hoop ik dat die mensen zich bij mij gaan melden, bij een volbloed Feyenoorder, die niks anders wil dan goed voor de club.